Jacco van Hof, 14 jaar geleden stond je zelf op het podium met een bosbloem. Ja, dat klopt. Dat is, het lijkt al een eeuwigheid geleden, 14 jaar. Dat was toen de tijd nog bij de IJsselhallen. Maar wel volgens mij de eerste winnaar van deze prachtige prijs. Nou, pikte ik net een klein stukje op dat je stond te praten met Johan van Marlen, een prijswinnaar. En je zegt van, eigenlijk is het een garantie dat het vanaf nu nog beter met je gaat. Ik weet niet of ik zei garantie. Maar ik zei wel, weet je, als je dit gewonnen hebt, gebruik het dan ten volle. En in mijn geval heeft het me ontzettend veel gebracht. Ik wil niet zeggen alles, maar vanaf het moment dat je een prijs hebt gewonnen, dan zeggen andere mensen over jou dat je goed bezig bent. En dan hoef je het niet meer zelf te doen. En op een gegeven moment verdwijnt ook dat hele regio Zwolle verhaal. Hè? Dus je bent ondernemer van het jaar, punt. En nou, weet je, dat wordt een soort van, een soort van ereteken. En ik heb daar heel veel aan gehad. En ik wens het Johan ook van harte toe. Je zegt van dat regio Zwolle, dat verdwijnt dan een beetje. Maar hoe belangrijk is die regio om daarin ingebed te zijn als ondernemer? Ja, kijk, in mijn geval heel erg. Ik ben namelijk ook een regionale ondernemer. Hè. Ik heb een schoonmaakbedrijf, dus mijn klanten zitten in mijn regio. Dus ik ben echt wel groot geworden in de regio. Voor mij is de regio Zwolle heel erg belangrijk. Maar ik denk voor heel veel ondernemers. Ook al doe je internationale zaken, ook al heb je misschien je business niet hier op de bedrijventerreinen, maar zit je in de rest van Nederland. Je afkomst bepaalt voor een heel belangrijk deel ook wie je bent en hoe je bent. En als je uit deze regio komt, dan snap je over het algemeen samenwerken heel erg goed. En als je samenwerken heel goed snapt, dan ben je ook heel erg klaar voor de tijd die komt. Dat is namelijk een tijd waarbij je de brug over moet om samen oplossingen te bedenken voor de problemen van morgen. Want innovatief en technologische ontwikkelingen was een van de thema's van vandaag. En er werd ook bij verteld van ja, dat is allemaal heel erg mooi, maar we moeten ook die menselijke maat vasthouden. Het gaat om die menselijke waarde en daar was samen eigenlijk een toverwoord in. Ja, volgens mij, ooit heeft iemand tegen mij gezegd, dat was Protagoras van Aragon. En dan doe ik net of ik heel veel verstand heb, maar dat is niet zo. Maar ik weet dat nog, omdat de spreuk was, de mens is de maat aller dingen. En ja, natuurlijk hebben we techniek nodig en gebruiken we techniek om productiever te worden, dingen beter op te lossen. Misschien zelfs wel schaarste op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar techniek staat altijd ten dienste van de mens. En er is maar één ding wat techniek niet kan, dat is mens zijn. Dus ik geloof heel sterk in de aandachtseconomie die hierna komt. Namelijk dat jij en ik gewoon met elkaar samen nadenken over wat is goed voor ons. En hoe worden we prettig oud en hoe kunnen we met elkaar zeg maar, allemaal zorgen dat iedereen meedoet. De laatste spreker had het over, doe je het wel voor mij, maar niet met mij, dan telt het eigenlijk niet. En dat is in het kort wat je nou zegt. Ja, voor mij was dat een spreuk van Gandhi, ook heel mooi. Ja, daar komt het in het kort op neer. Als je namelijk altijd voor die ander denkt, en je denkt dat je iets doet in zijn of haar belang, maar je vraagt het hem zelf niet eens, dan komt het er in ieder geval niet zo over. Dat was een beetje de strekking. Maar ik geloof sowieso dat als je naar de toekomst kijkt, dan moet je natuurlijk die mens wel centraal blijven stellen. En techniek staat ten dienste, maar het draait natuurlijk om de mens. Even afsluitend, Jacco. De mens, die menselijke maat. Maar die regio Zwolle, die dijt maar uit. We zitten zelfs nu al in Hogeveen, 21 gemeenten. Jij bent landelijk werkend. Wordt het allemaal dan toch niet te groot, waardoor je die maat kwijtraakt? Nou, uiteindelijk, kijk, het mooie van die regio Zwolle is dat het iets bijna organisch is. He, dus gemeenten die zich aansluiten en vinden dat ze hier hun plek vinden, die doen dat omdat ze vanuit kracht, vanuit overtuiging neem ik maar aan. Ja, en wie ben ik dan om te bepalen wanneer de regio Zwolle af is? He, en ik geloof heel sterk dat Nederland steeds meer regionaal ingericht gaat worden. He, dus die oude grenzen die we kennen, gemeentegrenzen, provinciegrenzen, misschien zelfs wel landsgrenzen. Die verdwijnen. Dat zijn wel belangrijke grenzen voor onze cultuur. Maar wat minder voor de economie. En economische grenzen gaan over die oude grenzen heen. Dus ik snap heel goed dat bijvoorbeeld nu Nunspeet ook denkt van, hey, die regio Zwolle, daar gebeurt van alles. Economisch gezien is dat voor ons hartstikke interessant. Misschien zelfs wel arbeidsmarkt gerelateerd heel erg interessant. Dus laten we nou zorgen dat we meedoen in die agenda. Ja, en waar het ophoudt, ja, als straks heel Nederland regio Zwolle is, ik vind het prima. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind dat een mooie afsluiter. Dankjewel, Jacco.